The launch van de Police Records Management System, PRMIS, is vanmorgen gelanceerd door het ministerie van Justitie en Politie. Dit systeem is een applicatie of app voor informatieverwerking van binnengekomen zaken bij de politie om doelgerichter criminaliteitsbeleid te maken. Justitieminister Stuart Getrouw gaf verder de beoogde resultaten aan. Een van de beoogde resultaten is om te komen tot verbeterde besluitvorming en duurzaam beleid ten aanzien van het bestrijden van de criminaliteit. De jeugdcriminaliteit in particular en geweld door middel van beschikbare gegevens op nationaal en zoals eerder gezegd ook op regionaal niveau. De politie kan met behulp van dit digitaal recordsysteem, dataverzameling van de korps politie Suriname, overgaan tot actualisatie en het verbeteren. De bewindsman zegt dat Suriname zich volledig heeft gecommitteerd aan het succes van dit project. Volgens Getrouw zijn de manschappen van de Korps Politie Suriname een onmisbare schakel. Richie Akal, lid van de Task Force PRMIS, geeft aan waarom dit project toegejuicht moet worden. En waarom zouden we de Police Records Management Information System moeten toejuichen? Het is niet limitatief hoor. De data wordt centraal opgeslagen. Er vindt integratie van data plaats. De analyse kan geschieden, prognoses kunnen worden gemaakt. We kunnen gerichte beleidsstrategieën ontwikkelen. We kunnen statistieken produceren voor nationaal als internationale rapportages. Er is ook een HRM-module aangekoppeld, dat is dus in het verder traject. En we kunnen gestandaardiseerde periodieke rapportages creëren. Enkele van de voordelen die dit systeem ons zou kunnen bieden. Richie Akal, lid van Task Force. Hij sprak vanmorgen tijdens de launch van de Police Records Management Information System, PRMIS. De lancering vond plaats op het politiebureau Gersvleit.